Dit programma wordt mede mogelijk gemaakt door Stichting Jambo en Stichting Nelissen Smitfonds. Op 8 oktober 1958 vond hier op Sint-Servaas de inzegening en opening plaats van het nieuwe hoofdgebouw. Het oude gebouw was in 1945 door een brand verloren gegaan. De opening was tevens de bekroning van het 50-jarig jubileum van de inrichting. Het moderne gebouw was niet alleen bedoeld als kantoor en voor diensten, maar ook om te imponeren. Het grote voorplein werd in de volksmond al snel het Sint-Pietersplein genoemd. Kijkt u mee naar een stukje historie van dit monumentale pand, dat over een tijdje gesloopt zal worden. En dan bestaan alleen nog maar de beelden van weleer. Voor de officiële opening en inzegening van het nieuwe hoofdgebouw wordt er, zoals gebruikelijk, eerst een heilige mis opgedragen in de kapel van Sint-Servatius. Na de kerkdienst verlaten broeder Barachis en zijn medebroeders de kapel via de hoofdingang. Er is veel bekijks van zowel patiënten als personeel. De celebranten pater Domitius, rector Andela van Sint-Servatius en decolone zijn onderweg naar het hoofdgebouw voor de plechtige inzegening. Onder toeziend oog van rector Andela zegent decolone met volle overgave het nieuwe gebouw in. Broeder Bavo en broeder Abraham Kleffas zijn tevreden. Na alle kerkelijke plechtigheden is het nog rustig op het voorplein van het hoofdgebouw, in ontwerp van de Rotterdamse architect Van den Bos. De bouw wijkt sterk af van de traditionele architectuur van de oude inrichting. In de middag arriveren de eerste genodigden en gasten. Op de achtergrond staan nog de korenmeiten op het land van buurtschap Landweert. Broeder Modewaldus, de koster, staat al ongeduldig te wachten op de zusters van Jeruzalem. Ook veel Venraaise burgers zijn uitgenodigd voor het bijwonen van de feestelijke opening. Onder andere Huub H. Winkels, Theo Jans, Frits Hovens, Piet Siebers en Cor Jansen. Graat Scholz, boekhouwer op Sint-Servatius en wethouder bij de gemeente, is receptionist. Verpleger Lou Werson, een van de hulpobers, voorziet de gasten van een welkomstborrel. Een goede sigaar is ook in trek. Dokter Van Trier in gesprek met Thij Peters. Hulpober Wim Snijders kijkt aandachtig toe. Graat Scholz ziet dat het gezellig drukker wordt. Toch wordt iedereen persoonlijk door de directie van Sint-Servatius verwelkomd.
Door al die drukte staat het grote plein voor het hoofdgebouw al snel vol met auto's. Broeder Fabius en de heer Pijenbroek van het provinciaal bestuur hebben een onderrondje. Er is natuurlijk ook gelegenheid om het prachtige gebouw in al zijn pracht en praal te bezichtigen. Met name de zwevende trap, het paradepaardje van architect Van den Bos, valt in de smaak. De bediening met onder andere Jan Kuipers en Jo Bardoel hebben het druk om iedereen te voorzien van een natje en een droogje. Deze dames in de prachtige bezoekerszaal genieten even in alle rust van een kop koffie. Langzaam maar zeker begeeft iedereen zich naar het hoofdgebouw voor de officiële opening. Alle broeders zijn natuurlijk van de partij. Overste Gerlachus Latour vergezeld de Colonne. Ook broeder Kortooms vergezeld een aantal genodigden. Schijnbaar heeft de krant een mooi artikel geschreven over de nieuwbouw van Sint-Servatius, want veel broeders zijn nogal enthousiast. Dokter de Graaf van Sint-Servatius met zijn vrouw zijn natuurlijk ook aanwezig op deze historische dag. Net als de vooraanstaande venrijenaar Lambert Lorenzen. En natuurlijk de aannemer van de bouw, de gebroeders Dinks uit Kasteraai. Psycholoog Adrie van Strade begeleidt eveneens een aantal genodigden. Pater Andela, de rector van Sint-Servatius. De gemeente Venraai is met Toon Jansen, Henk Forst en Jo Nouws ook goed vertegenwoordigd. Geneesheer, directeur Veraert en zijn vrouw zijn aanwezig namens de psychiatrische inrichting Sint Anna. Dokter Havermans met een gezelschap. De broeders vinden al deze publiciteit wel aardig. Wanneer burgemeester Jansen van Venraai en Joop Koolsen gearriveerd zijn, is het de hoogste tijd dat iedereen zich verzamelt voor het hoofdgebouw.
De officiële openingshandeling wordt verricht door dokter Piebinga, hoofdinspecteur geestelijke volksgezondheid. Na het officiële gebeuren is het tijd voor felicitaties en een gezellige receptie. Dit programma wordt mede mogelijk gemaakt door Stichting Jambo en Stichting Nelissen Smitfonds.